een welkom ram bij jouw liefdeslezing. We gaan daarbij gebruik maken van tarotkaarten. En we gaan daar ook Lenormand kaarten aan toevoegen. Zodat het eventueel kunnen verduidelijken of voor uitbreiding zorgen. En op het einde gaan we drie persoonskaarten nemen, zodat we eventueel een idee hebben van wie er bij deze lezing kan betrokken zijn. De koningin van staven, de koning van munten, de ridder van kelken, drie van munten, vier van munten, de matigheid, de tien van zwaarden, de vijf van kelken en de vijf van munten. En dan gaan we er een Lenormand kaarten bij nemen. Dat is onderste, dat is niet de bedoeling. De doodskist, de zon en de ruiker. Dit ben jij, dit is jouw partner en dit is de uitkomst. Als je vindt dat dit moet omgedraaid worden, voel je dan uiteraard vrij om dat zo te doen. Hè. Ik denk hier met deze kaartencombinaties dat jij stevig in jouw schoenen staat. Dat jij weet hoe van het leven te genieten. En dat ook doet. Er is een nieuw aanbod. Hè. Er is iemand die jou de liefdeskelk gaat komen brengen. Maar dit is het paard met, de poot omhoog. Hè. Dus dat is een traag paard. Dat kan wel eventjes op zich laten wachten. En eventueel, hè, doordat je hier heel goed weet wie dat je bent en je kan echt wel van het leven genieten. En hier deze liefdeskelk wordt jou aangeboden, dan kan het zijn dat jij een transformatie gaat doormaken. Dat toch voor enige verandering gaat zorgen in jouw leven. Dan jouw partner. Die is heel succesvol in hetgeen dat hij of zij doet. Die krijgt daar ook alle erkenning voor en alle respect voor. En anderzijds probeert jouw partner zich veel te fel vast te houden aan iets krampachtig vasthouden. En je mag vasthouden aan dingen, maar niet in het krampachtige. En vandaar dat de kaart van de matigheid erbij komt. En samen met de zon gaat dat lukken om dit krampachtige op te lossen. Om dat dingen gewoon vast te houden, maar niet krampachtig vast te houden. Omdat de matigheid gaat leren van water bij de wijn te doen. Hier dingen aanpassen, dingen bijsturen en dergelijke meer. En dan met deze laatste kaartencombinatie. Het kan zijn dat een van jullie beiden met nog een aantal angsten zit en met een verdriet zit. En met deze laatste kaart gaat die persoon dan de keuze maken van kijk, in deze situatie ga ik niet meer blijven hangen. Ik kies ervoor
om toch vooruit te gaan. Hier komt de zon op. De zon zegt, kijk, er breekt hier een nieuwe dag aan. En in die nieuwe dag zijn die angsten niet meer nodig. En deze twee kelken, die staan nog recht. Dus als die persoon zich gewoon zou omdraaien, dan ziet hij hier dat er zeker nog een mooie toekomst is. En via die brug kan die dan die nieuwe toekomst tegemoet gaan. En dat is de keuze die hier gemaakt wordt. En dan denk ik, als we dat dan zo terug onder elkaar leggen, dat de liefde die hier jou aangeboden wordt, dat hier de persoon hier het verleden achter zich laat en hier laat weten van kijk, ik heb jou echt heel graag en ik laat jou dat ook weten op eender welke manier dan ook, maar die kelk die jou hier aangeboden, die gaat zeker jou toekomen. En dan gaan we er drie persoonskaarten bij nemen. En dan hebben we een idee van wie er eventueel betrokken kan zijn bij deze lezing. Dat kan zijn een weegschaal. Dat kan zijn een kreeft. Of dat ben je zelf. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.